Wat kunnen we in de komende tijd verwachten? Er is veel onzekerheid onder de mensen en veel angst, dat neemt toe. De crisissen stapelen zich op, de ene crisis naar de ander. En veel mensen vragen zich af, waar leidt dat naartoe? Dat is natuurlijk een hele belangrijke vraag, want ons leven bestaat uit zaken uit het verleden die we onder ogen moeten zien. Het heden, het hier en nu. Maar we zijn gericht op de toekomst, want we bewegen naar die toekomst toe. En de vraag is, waar haal ik informatie vandaan om te weten waar we naartoe bewegen? Ik ben zo blij met Gods woord. Want de Bijbel vertelt ons en geeft inzicht in wat er komen gaat. De Bijbel is een boek wat te maken heeft met het verleden, met haar geschiedenis en met de geschiedenis van de wereld waarin u en ik leven. De Bijbel spreekt over vandaag, maar ook over de toekomst. Vandaar is het profetische woord als een licht wat schijnt in de duisternis. En het is belangrijk om dan te gaan zien, wat is dan Gods puzzel als het ware in deze tijd dat hij die stukjes die hij laat zien aan elkaar gaat verbinden tot een eenheid. En als die eenheid klaar is, dan is zijn plan vervuld. En daar zitten we middenin met z'n allen. In Jesaja 45 vers 23 lees ik dit. Wend u tot mij en laat u verlossen alle einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Want ik heb gezworen bij mijzelf. Waarheid is uit mijn mond uitgegaan. Een woord dat niet zal worden herroepen. Dat voor mij elke knie zich zal buigen. En bij mij elke tong zal zweren. Alleen bij de Heere zal men zeggen is gerechtigheid en sterkte. Tot hem zal men komen. Dat is Gods einddoel. En we bewegen daar naartoe. Je zou kunnen zeggen de hemel is bezig om de aarde te veroveren. Als werk, gebedsbeweging op de Brest zijn we nu al jaren bezig om onder de volkeren het volgende uit te spreken als een profetisch geluid. Ik heb hier een kaart bij me, daar staat Psalm 96 vers 10. Daar staat, zegt onder de volken, de Heer is koning. Dit is een profetische uitspraak die nu in meer dan 100 landen is uitgesproken om profetisch te zeggen, dit is de toekomst van onze wereld. De wereld terug onder de heerschappij van God. En wij spreken dat uit, de Heere is koning. En de hele Bijbel beweegt daar naartoe, dat de heerschappij van Jezus weer zichtbaar wordt op aarde. Psalm 2 zegt het ook, volken luistert, waarom woelen jullie zo, waarom maak je je zo... Zo verzet je je zo tegen de heerschappij van God. Keer je om en aanvaard Jezus. Nou, dat is uiteindelijk het doel waar we naartoe bewegen. We kunnen het ook doortrekken naar Filippenzen 2, de bekende tekst uit Filippenzen 2 vers 10. God heeft Jezus uitermate verhoogd en hem de naam boven alle namen gegeven, omdat elke naam in de hemel, op de aarde en onder de aarde zal buigen voor hem. Nou, dat weten wij en dat is ook de hoop die we hebben. Want dat impliceert dat er een totale nieuwe werkelijkheid gaat ontstaan. Op 11 september sta ik met nog een aantal mensen op de Dam. En dan zullen we citeren, uitspreken, Jesaja hoofdstuk 2 vers 5. Daar staat, zij zullen de oorlog niet meer leren. Een van de gevolgen van de wederkomst van Jezus is dat de oorlog voorbij zal zijn. Nou, we leven in een tijd van oorlog. En die oorlogen nemen toe in de komende jaren. Maar er komt een tijd dat er geen oorlog meer zal zijn. Dat is het profetische woord. En dat is Gods doel en bestemming met deze wereld. En dat is gerelateerd aan die wederkomst van Jezus. Als elke knie voor hem gaat buigen. Dat is het doel. En het is belangrijk als je met iets bezig bent, en niet alleen op dit vlak, maar op andere vlakken, wat is je doel? Waar zijn we mee bezig? Nou, dit is het doel. En het is voor ons als gelovigen zo belangrijk om in deze tijd dat voor ogen te houden. De Heer Jezus, toen hij op aarde was, ging door hele moeilijke tijden heen. Maar in Hebreeën 12 lezen we dat hij de vreugde zag die voor hem lag. Hij zag als ware profetisch al, er komt een tijd, een nieuwe tijd. Voor zichzelf, maar uiteindelijk ook voor de wereld.
En dat is nu bezig. Daarom zijn we zo dankbaar dat we in deze tijd mogen leven en het profetische woord mogen omarmen. Heel veel mensen zijn nog verblind, hebben nog geen inzicht en worden angstig. Want als je niet weet wat er komt en wat er gaande is, dan worden mensen onzeker en dan worden mensen bang. Wat kunnen we dan in de komende jaren verwachten, voordat dit geschied is? Voordat die vreugde van de komst van Jezus en het herstel van de wereld daar is. We leven nu in 2023. En wat zien we? Crisis op crisis op crisis op crisis. Energiecrisis, oorlogscrisis, monetaire crisis. De ene crisis is er en de andere komt er alweer aan. En dat gaat toenemen. Het is geen bemoedigend woord, maar het is wel noodzakelijk. Eigenlijk komt het voort uit het feit dat God besloten heeft dat elke crisis zal buigen. Stel dat vanmiddag iedere aardbewoner, elke wereldbewoner zou knielen voor Jezus. Dan zou het over zijn met de oorlogen, met leugens, met bedrog enzovoorts. Maar dat is nog niet zo. Er is heel veel weerstand tegen de door God bedoelde orde. En daarom hebben we conflicten. De wereld moet leren buigen voor de koning der koningen, haar schepper, haar onderhouder en haar verlosser. Volken, laat je verlossen. En zolang ze dat niet doen, hebben we conflicten. En hoe ziet dat eruit vandaag? Op verschillende manieren zien we die crisissen toenemen. De duivel gaat rond als een brullende leeuw om te vernietigen. Er is een antikracht, een antichristelijke, een antigoddelijke kracht bezig om alles wat God bedoelt te vernietigen. Dat is zijn aard, dat is zijn werk en die heeft ook een doel. Het doel van de duivel is om de wereld in zijn greep te krijgen als een uiting van agressie ten opzichte van God. De duivel wil alles doen om dat plan van God te verijdelen. De duivel wil uiteindelijk dat de volkeren buigen voor hem. U heeft ongetwijfeld wel eens gehoord van het woord globalisten. Globalisten zijn bezig om de wereld in een systeem te persen, te krijgen dat alle volkeren zullen buigen voor de antichrist. Met een nieuw systeem, met een nieuwe wereldregering. Ideeën, gedachten die niet voortkomend uit Gods bedoeling, maar uit de mens. Je kan het vergelijken met de torenbouw van Babel. De mens is vandaag aan de dag, wordt hij beïnvloed en gemanipuleerd om mee te werken aan een plan wat niet is volgens Gods bedoeling. Waar gaat het op uitmonden? Dat gaat uitmonden in een wereldsysteem. Dat zegt de Bijbel. Voordat het koninkrijk Gods komt, komt er een andere koninkrijk die zichtbaar wordt. En dat wordt zo heftig dat het zo vervullend zal zijn, zoals staat in Openbaring 13. Openbaring 13 is een belangrijk gedeelte wat betreft de ontwikkeling in de komende tijd. Hier wordt gesproken over de antichrist. Alles wat tegen God ingaat met haar systemen. Maar we lezen in Openbaring 13 vers 7. En hem werd gegeven om tegen de heilige oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk en alles. Allen die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden. Ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is voor de grondlegging der wereld. Wat zien we gebeuren vandaag? Dit systeem uit Openbaring 13 wordt langzaam zoals een puzzel in elkaar gevlochten. Op economisch vlak, politiek vlak, religieus vlak wordt de antichristelijke werkelijkheid zichtbaar. Dat gaat niet zonder slag of stoot. U weet uit uw eigen leven en ik weet het vanuit mijn eigen leven en je ziet het om je heen, je ziet het door de culturen, dat men niet zo makkelijk verandering wil. En ook de volkeren niet
die hebben iets van, we willen autonoom zijn. En dat is heel begrijpelijk. Maar wat we in de komende tijd gaan zien is de groei van globalisering. Dat is al heel lang bezig. En dat wordt verder uitgewerkt in de komende jaren. En hoe gaat dat eruit zien? Ik denk dat we, zoals we dat zien in het verleden, voordat volkeren zich verenigen, dat er eerst dramatische gebeurtenissen moeten plaatsvinden. Denk aan de Eerste Wereldoorlog. De Eerste Wereldoorlog, 1418, vorige eeuw, mondde uit in een roep bij de mensen dat dat nooit meer zou plaatsvinden. Miljoenen mensen zijn daardoor beschadigd en de wereld werd er niet beter op. Wat ontstond er na de Eerste Wereldoorlog? De Volkerenbond, opgericht door de grote wereldleiders om te zeggen, dit willen we niet meer. We moeten elkaar beschermen, dus we moeten samen gaan werken. We moeten samen die wereld in stand weten te houden. Dat ging een tijdje goed, maar op een gegeven moment ging het weer fout. Wat gebeurde er in 40-45, vorige eeuw? Tweede Wereldoorlog. En wat kwam er voort uit die Tweede Wereldoorlog, 1945? De United Nations, de VN. Opnieuw een stapje, vanuit die nood en vanuit de druk, was die roep om eenheid, werd steeds sterker. We leven nu in 2022, 2023 en de komende jaren. Persoonlijk groeit voor mij de overtuiging dat voordat de wereld samen wil werken op politiek en op economisch en op religieus vlak, dat er eerst weer een beperkte wereldoorlog moet plaatsvinden. Vandaag de dag hebben we de crisis in de Oekraïne. Dat is niet alleen de strijd tussen de Oekraïne en Rusland, maar ook de wereldleiders en machten zijn erbij betrokken. Waar gaat dat heen? Waar mondt zich daar op uit? De Bijbel spreekt in Matteüs 24 over de oorlogen en geruchten van oorlogen. Dat gaat toenemen de komende tijd. Het is als ware wat je ziet vandaag op dit vlak. Een soort vulkaan die bezig is tot ontploffing te komen. En het lijkt wel dat er een plan is wat wordt uitgevoerd. En dat is ook zo. Want de wereld wordt klaargemaakt, juist door de crisis heen, om zich te verenigen. Om zich te verenigen overeenkomstig wat God ook zegt, een puzzelstukje van het antichristelijk tijdperk. Dat gaat niet vanzelf, maar dat komt. De technische en de wetenschappelijke ontwikkelingen zijn van die aard dat de mens schijnbaar zonder God kan leven. Dus we leven in hele spannende tijden dat we gaan zien dat de eenheid van de volkeren niet onder de heerschappij van Jezus zoals God bedoeld heeft, maar onder de heerschappij van de macht van de boze komt. En dat is ook precies wat hij wil. De antichristelijke macht, antichristelijk, dat gaat tegenover God staan. En de mensen worden meegezogen die kant op, gemanipuleerd of beïnvloed, hoe je het ook noemen wil. Dat is nu volle gang. En dat kan op het gebied van veiligheid zijn. Want we doen alles om in veiligheid te blijven. Voedsel. De voedselschaarste. En voedsel wat heb iedereen nodig. En als daarin voorzien wordt, dan kan er gemanipuleerd worden om de mensen onder de invloed te krijgen van de duisternis. Terwijl de Bijbel spreekt dat de mensen moeten terugkeren naar God. Zoals we gezien hebben dat dat Gods bedoeling is. Dus je ziet die krachten onder de volken werken. God is bezig om de harten van mensen naar hem toe te trekken. Hij zegt, kom nou tot mij. Maar de tegenstander is ook bezig. En de mens staat ertussenin en die kan kiezen, wat wil ik? Welke kant ga ik op? Nou, in Gods totale plan speelt er nog een puzzelstukje een belangrijke rol. En dat is het volk en het land van Israël. Of we het ermee eens zijn of niet, maar God heeft gekozen om via Israël voor de eerste keer zijn zoon te brengen naar deze wereld.
En ieder die in hem gelooft en hem kent, zal zich verheugen over het feit dat Jezus gekomen is. Hij is de verlosser. Hij is de vernieuwer. Hij is de vervuller. Dat was de eerste keer. Hij kwam als een kind in een kribbe. En nu zijn we op weg naar een tweede komst, zoals ik u net heb geciteerd. God is bezig om zijn zoon terug te laten komen naar de wereld, niet als een kind in een kribbe, maar als de koning der koningen, waar alle volken voor moeten buigen. Zo heeft hij dat besloten. Nou, de eerste keer speelde Israël en Jeruzalem daar een centrale rol in. En dat zal ook de tweede keer gebeuren. De crisis in het Midden-Oosten heeft te maken met de wederkomst van Jezus. En Israël is aan het terugkeren. Miljoenen keren terug naar het land wat God beloofd had als een eeuwigdurende inzetting aan Abraham, Isaac en Jacob. En dat is het grootste wonder van de vervulling van de profetie, dat Israël terugkeert naar dat stukje grond wat God al duizenden jaren geleden gegeven heeft en bedoeld heeft voor Abraham en zijn nageslacht. Dat is het natuurlijke herstel. Als je nu door Israël heen gaat, dan zie je de wijngaarden bloeien, de steden zijn weer bevolkt enzovoort. Dat was het begin van het herstel van de vervallen hut van David, zoals in Handelingen 15 staat. Maar de tweede lijn die God aan het bewerken is, heeft te maken met het geestelijk herstel. Israël, de eerste onder de volkeren, wordt klaargemaakt voor de komst van Jezus. Dat betekent dat zij een cruciale rol vervult in Gods plan. Israël is een bijzonder belangrijk puzzelstukje in zijn hele grote plan met deze wereld. Het is niet voor niks dat sinds haar ontstaan er 5 oorlogen hebben plaatsgevonden. De duivel beïnvloedde de mensen om Israël te vernietigen. En dat gebeurt nog steeds. Iran heeft bijna zijn atoombom klaar en ze hebben 1 groot doel. Israël vernietigen. Waarom Israël vernietigen? Oorlogen zijn een ultimate vulkanische uitbarsting van haat en geweld, wat voortkomt uit het rijk van de dood. Als je in de oorlogsverhalen leest hoeveel mensen er niet sterven, en de dood is het hartslag van het rijk der duisternis. Dus de duivel jaagt volken op om Gods plan tegen te houden. En als Israël zo'n belangrijke rol vervult als puzzelstukje in zijn plan, dan kunt u zich voorstellen dat hij alles zal doen om Israël te vernietigen. Ook dat zullen we in de komende jaren meemaken. Israël onder druk. En dan gebeuren weer 2 dingen. Als Israël onder druk is, kunnen ze proberen zichzelf te redden. En dat is ook in de afgelopen jaren door Gods genade gebeurd. Dat ze niet zijn vernietigd. Maar dat zullen we de komende jaren, de druk zal toenemen. Waarom? Omdat God bezig is juist die druk ook te gebruiken om Israël geestelijk tot verandering te brengen. Wanneer kom je geestelijk tot verandering? Wanneer ga je roepen om genade? Wanneer ga je roepen om Gods hulp? Zoals Psalm 121 zegt. Als hij in de druk zit. Israël is onder druk. En dat zal in de komende tijd ook gebeuren. Waarom? Omdat ook vervuld gaat worden wat we lezen in Ezechiël 36, daar lezen we over dat God Israël een nieuw hart en een nieuwe geest wil geven. We lezen ook in Ezechiël 36 dat God Israël wil reinigen. Als je nu naar Israël kijkt, het grootste gedeelte is seculier, is werelds. Je hebt een minderheid van messiaans beleidende gelovigen die al de Messias kennen, maar het grootste gedeelte niet. Ze verwachten hem niet eens in directe zin zoals wij hem verwachten. Slechts een minderheid. Maar dat gaat veranderen in de komende jaren. God is bezig om in Israël een wonderbaarlijk werk te doen om het hart van steen te verwijderen en een nieuw hart te geven. We kunnen dat zeggen als wedergeboorte. Hun verlangen naar God gaat toenemen. Waarom? Omdat Jezus, als hij terugkomt en Gods plan van vernieuwing op de wereld gaat brengen, als hij die puzzel klaarmaakt, dat eerst Israël aan de beurt is. Het is eerst de Jood en dan pas de volkeren. Dat is Gods orde.
Zo zitten de puzzelstukjes in elkaar. En daarom is Israël zo belangrijk. Daarom bidden we ook voor de vrede van Jeruzalem. Waarom zeggen de mensen, waarom moet je bidden voor de vrede van Jeruzalem? Nou, de vrede van Jeruzalem heeft te maken met de vrede voor de wereld. Herstel van Israël heeft te maken met het herstel van de wereld. Nogmaals, ik heb daar niet voor gekozen, dat heeft God gedaan. Je hebt ook nog de gemeente. Wat is de gemeente? De gemeente zijn mensen uit elke stam, taal, volk en natie die Jezus als de Messias hebben toegelaten. Wederom geboren mensen. Mensen die een zekerheid hebben dat ze naar de hemel gaan. Mensen wiens zonden zijn vergeven. Mensen die het oordeel van God niet in hun hart hoeven te ondergaan, want dat oordeel heeft Jezus gedragen. De gemeente. Waar Jezus zegt, ik ben het licht der wereld, maar jullie zijn ook het licht der wereld. Wat is onze rol? Wat kunnen we verwachten in de komende jaren wat er met de gemeente gebeurt? Ten eerste geloof ik dat de gemeente een ontzettend verlangen gaat krijgen naar de wederkomst van Jezus. Dat is nu nog niet het geval. Het groot gedeelte van het lichaam van Christus heeft nog niet een diep verlangen naar de wederkomst van Jezus. En de vervulling van Gods plan. Ik denk dat de Heilige Geest, dit is een van de grootste dingen, gaat implanteren in het hart van het lichaam van Jezus. Er zal meer en meer geroepen worden en uitgesproken worden, Jezus komt, Maranatha. Dat is een groeiend besef binnen het lichaam van Christus. Het profetische woord wordt meer en meer werkelijkheid. Sowieso, het woord van God begint meer en meer te leven. Er zal een groep zijn die radicaler wordt als ooit tevoren. Wat bedoel ik daarmee? Jezus heeft nooit gezegd, wees een goed gelovige. Hij zegt, ga heen in de gehele wereld, maak alle volken tot mijn discipelen. Discipel zijn is een volgeling van hem. Een volgeling, die doet wat de meester zegt. Nou, die groep gaat groter worden. De Bijbel zegt dat er een kwaliteitsniveau komt van de gemeente die ongekend is. Ze zou radicaal zijn en meegaan maken wat we nu nog niet, bijna niet kunnen geloven. De wonderen en tekenen die in de eerste gemeente zo normaal waren, waar we denken van ja, zal dat nog ooit gebeuren? Ja, dat gaat gebeuren. Want de Geest van God is bezig om die gemeente klaar te maken voor de wederkomst. Niet alleen met waarheden hoe de dingen zitten, maar ook met de werken die Jezus gedaan heeft. Die zal zichtbaar worden in de wereld waarin we leven. De kracht van de Heilige Geest gaat toenemen. Dat is één. De kwaliteit van de gemeente gaat groeien. Nu, als je mensen hoort praten over de kerk en de gemeente, dan hoor je vaak niet zulke enthousiaste verhalen. Teleurstelling, tekorten, enzovoort, enzovoort. Die worden vaak benadrukt. Velen zijn ook ziek en weinigen ontslapen, zegt Paulus. Hoe komt dat? De kwaliteit van de gemeente moet sterker. In de eindtijdfase zal dat puzzelstukje van de gemeente zichtbaar worden. Krachtiger als ooit tevoren. Wij zijn het licht der wereld. Romeinen 8 zegt, de wereld smacht naar het openbaar worden van de zonen en dochteren Gods. Zij willen de gemeente zien en zij zullen de gemeente gaan zien. Dat is één. Twee. We leven nu in de fase dat alle volken bereikt gaan worden. Tussen nu en 15 jaar is het mogelijk dat uit elke natie, stam, taal en volk mensen Jezus leren kennen. Dat is ongekend. Jezus had gezegd, ga heen in de hele wereld. De gemeente wordt samengevoegd uit al deze verschillende stammen, talen, volken en natie tot een geheel. Dat is een wonderbaarlijke vervulling van zijn woord. Ook die Jezus zelf uitsprak in Matteüs 24, vers 14. Eerst moet het evangelie verkondigd worden aan alle volken. Dat is nu nog niet gebeurd, maar tussen nu en 15 jaar kan dit. Een vervulling van zijn woord. De gemeente gaat samengevoegd worden uit alle stammen, natie, taal en volk. Ook dat is bezig. Wij zijn niet een kleine minderheid. Wat wel gaat gebeuren is dat de gemeente ook een doelwit zal worden van de macht van de boze. De vervolgingen, het lijden neemt toe. En dat is ook een onderdeel van Gods programma voor de gemeente.
groot gedeelte van het lichaam van Christus wordt al vervolgd vandaag. Waarom? Zoals de duivel geïnteresseerd is om Israël te vernietigen, omdat ze weet dat Gods plan daardoorheen vervuld wordt, geldt dat ook voor de kerk, voor de gemeente, voor het lichaam van Christus. Ook daar worden aanvallen op gedaan. En je ziet als het ware ook nu drie groepen binnen het lichaam van Christus. Je ziet nu een radicale groep die radicaal zegt, wij gaan uitzien naar de wederkomst van Jezus. Wij staan aan zijn kant. Wij hebben ons leven overgegeven aan hem. Je hebt vleeselijke christenen, oftewel lauwe christenen. Openbaring 3 vers 20 wordt gesproken tot de gemeente. En er staat, ik sta aan de deur en ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, ik zal bij hem binnenkomen. Het is Gods appel, laat mij nu toe. Ga weg met die lauwheid. Anders spuug ik uit je mond, zegt Openbaring 3 vers 20. En je hebt een groep die gaat afvallen van het geloof. Dat is al bezig. Ik heb hier een tekst uit de brief aan de Timotheus. Aan Timotheus. Daar staat het ook beschreven. Ik zal het u even voorlezen. Maar de geest zegt nadrukkelijk dat in de latere tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, doordat zij dwaalgeesten en leringen van boze geesten volgen, door de huichelarij en leugensprekers die in hun eigen geweten gebrandmerkt zijn, enzovoorts. De einde der tijden wordt ook gekenmerkt door geloofsafval. Jezus zegt dat zelf ook in Matteüs 24, velen zullen ten val komen. Dus je hebt een radicale groep die gaat door. Je hebt lauwe mensen die nog een kans krijgen als gemeente betrokken te raken. En je hebt afvalligen. Wat is nu voor ons als gemeente belangrijk? Ik denk een heel belangrijk woord in deze tijd is het voorbeeld van Jezus op het gebied van overgave. Overgave aan hem. Het grote succes van Jezus was niet zijn retoriek of zijn wonderen en tekenen. Nee, het grote succes van Jezus was zijn overgave aan de Vader. Niet mijn ik, maar Christus woont in mij. Van wie is u en mijn leven? Van wie is u en mijn lichaam? Van wie zijn onze dierbaren, onze vrouwen, kinderen, mannen? Van wie is onze toekomst? Van wie is ons bezit? Als het in handen van God is gelegd, dan kan hij het zegenen, beschermen en leiden. En je ook bekrachtigen in de tijd die voor je ligt. Want het wordt geen gemakkelijke tijd voor de christenen. Het is nu al niet makkelijk, maar het wordt nu niet makkelijker. Leiden is een onderdeel van zijn programma. En net zoals Jezus geleden heeft voordat hij verheerlijkt werd, zal ook de gemeente dat ondergaan. Te midden van de wonderen en tekenen die ook gaan gebeuren. De grote daden Gods, maar ook het lijden. Zijn we daartegen bestand? Openbaring 12 zegt, ze hebben hun leven niet lief gehad tot in de dood. Ben ik bereid? Bent u bereid? Ben ik bereid om te sterven voor hem? God wil ons klaarmaken voor die tijd. Zelfs zullen mensen zijn die martelaar zullen worden. Hoe kom je daar doorheen? Door te overgeven. Wanneer begint dat? Nu. Als je het over hebt gegeven aan hem, dan kan hij het bekrachtigen, beschermen en leiden. Dat was de kracht van Jezus. Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En ik bid voor u en voor mezelf dat we in die tijd die voor ons ligt, waar het niet gemakkelijker wordt, waar de krachten van duisternis opkomen, die menen de wereld in hun greep te krijgen. En sommige mensen zeggen, de duivel is niet zo machtig. Denk aan de tijd van Jezus. Hij kon Jezus alle koninkrijken geven. Wat een macht. En 1 Johannes 5 vers 9 zegt, de hele wereld ligt in de boze. En als je om je heen kijkt, zie je zijn werken. Wie is daar tegen bestand? Kan alleen als je de geest van Jezus hebt vanuit de overgave. En ik bid voor u en voor mezelf dat ik in de komende tijd krachtiger, radicaler mag worden om hem te dienen. Dat het niet om mijn ik gaat, maar om zijn
eer en zijn glorie. Dat we hem gaan liefhebben, dat we uit gaan zien en dat we de vreugde gaan proeven die voor ons ligt. Want die wacht op ons. De wereld in haar druk zal aan ons moeten zien en kunnen zien dat er hoop is. Dat er leven is. Dat er toekomst is. De wereld zakt weg. Maar wij komen op in de geest van Jezus. Mogen de Heer u zegenen. Mogen de Heer ons zegenen. Amen.